corn. Oké, dit lijkt ook alsof het een voetbalspelletje zijn. Nu voor jullie is er echt motherfucking hardcore! Alright. Jullie kunnen mij misschien als een liedje zien. Jullie kunnen mij misschien als een stem van Pinnen op radio zien. Wie van jullie heeft er ooit voor de naam die je promo gehoord? Wie van jullie heeft er ooit voor de naam die je promo gehoord? Luister, één ding. In 2002 had ik eindelijk de kans om deze man aan te kondigen. Voor mij was hij de man van de toekomst. En nog steeds is hij de man die voor mij een GG wat hardcore voor mij te betekenen heeft. Ladies and gentlemen, boys and girls, give it up for the one